Dag Nederlandse winkeltjes. Oh, Luxie Bellingen. Dit eiland nou, kinderen. Zullen we het verklappen? Hey, hartstikke leuk. Nou, even de hotelsuite inchecken. We vloggen nog even door. Ja. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en vandaag is het zover. Vandaag gaan wij op vakantie. Daniel die zit daar nog even achter de laptopspullen allemaal in te pakken en wel. We hebben een klein uitdagingje met onze drone betreft, want we hadden een nieuwe drone gekocht voor vakantie, zoals jullie wellicht hebben gezien in de vorige vlogs. Alleen nu komen we er een beetje achter dat het misschien niet over de douane doorheen mag, aangezien je daar met wetten zit en zo met die drone. Dus dat is Daniel nu eventjes nog last minute aan het uitvogelen daar op de laptop. Nou, het huis is helemaal spik en span opgeruimd en wel. Zodat we als we thuis komen natuurlijk een lekker schoon huisje hebben. De koffers die zijn ook al in de auto. De kinderen die zitten er net al in. Die hebben we al voor een filmpje gezet. Het is vandaag trouwens ook lekker weer. Hopelijk nemen we het zonnetje mee. Hallo vakantiegangers. Zijn jullie er klaar voor? Ja? Zijn jullie er klaar voor? Lucilla ook? Ja? Dan gaan we eerst met de auto naar het vliegveld. En met het vliegveld gaan we naar een eiland. Maar welk eiland? Dat is nog even een geheimpje. Dan moeten ze raden. De koffers die staan hiervoor ingepakt en wel. Dus wij vertrekken zo op naar Schiphol. Ik kom er dus achter. Ik heb meerdere blogs en forums nagepluist. Ik had 3 weken van tevoren aanvraag moeten doen of ik mijn drone mee mocht nemen voor ja, leuke beeldjes te maken. Maar ja, daar zijn we nu te laat voor. Jammer. Dus lieve drone, ja. Met pijn in mijn hart laat ik je hier thuis. Maar ja, het risico lopen dat hij bij de douane niet mee naar binnen mag en ik hem daar moet achterlaten is helemaal zonde. Nou, ik pak de koffer dan met apparatuur in, zonder drone. Luxie zit hier. Luxie, heb je ook al je apparatuur ingepakt? Heb je ook al je apparatuur ingepakt? Nou, dan gaan wij naar Schiphol. Wij zijn bepakt en bezorgd. We zitten, jongens. In de auto. De reis gaat beginnen. Ik heb dus straks met Luan al de hondjes naar het hondenhotel gepakt. We gaan wel missen hoor. Ja, 8 dagen en 7 nachtjes maar. Dus we zeggen huisje, adieu. Ja, huisje tot over een weekje. Dag huisje. Zeg maar dag huisje. Doeg. Dag. Zo, wij zitten eindelijk bepakt en bezakt in de auto. En wij zijn op weg naar Schiphol. Deze vakantievlog zijn een samenwerking met Corendon. En we gaan naar een heel lekker warm eiland. Welk eiland het precies wordt, dat gaan we nog niet verklappen. Dan gaan jullie gedurende deze vlogs tips geven. En dan kunnen jullie raden onder in de comments waar jullie denken waar we naartoe gaan. En niet stiekem doorscrollen in de vlog. Onder in de comments mag je achterlaten waarvan je denkt dat we naartoe gaan. Het is dus vliegen. Het is een warm eiland. En het is 5 uur vliegen. Met misschien dat je daar wat aan hebt. Het is 5 uur vliegen. We vinden het heel erg spannend. Tenminste, ik vind het heel erg spannend. Omdat het echt vliegen, de eerste keer vliegen is met Luxie erbij. Luan en Lucilla hebben ook al vaker gevlogen. Maar ja, het is toch altijd spannend met kinderen in een vliegtuig. Ik weet niet of ouders dit herkennen. Maar ik vind het altijd een beetje spannend. Ook met op Schiphol het inchecken. Vluchten in en uit. En daaraan landen. Nou, het is altijd een beetje spannend waar je terecht komt. Kortom, het is weer een leuke avontuur. Papa. Hallo. Het is 1,5 uur rijden. En ik heb er 1,5 uur op zitten. Dus nog 1 uurtje in de auto. En dan zijn we bij Schiphol. Maar hier mogen we dus de bagage uitladen en dan mag ik mijn auto helemaal achterin parkeren. Dus ja, dan moeten we ver lopen. Dus mama zegt, laat mij hier met de kinderen maar even wachten op jou met de koffers. En dan kunnen we daar met de bus naar Schiphol toe. Nou, ik ga de auto even parkeren. Jij blijft hier bij de meisjes in het zonnetje staan, hè? Ja. Oké, tot zo. Het was even zoeken, maar ik heb een plekje gevonden en nu moet ik een stukje teruglopen. Oh, waar zijn wij nu? In de bus. In de Schipholbus. Daar gaan we. In de Schipholbus. Op naar het vliegtuig. Wij staan in vertrekhal 1 en we moeten naar vertrekhal 2. Dus, nou.
Ja, hè? Eerst maar even de Joodse vertrekhal vinden. Nou, en daar staat onze vlog kwart over, of daar staat onze vlucht kwart over zeven naar Antalya. We moeten zijn bij Bali 31 en gate G2. Oké, nou weten we waar we moeten zijn. Hey, we staan nu bij de bagage. Dit nemen we mee het vliegtuig in met Duels blauwe koffer. Dus dit wat je hier ziet. En deze drie gaan in het vliegtuig. Zie je dat? Daar gaat papa's koffer of mama's koffer. Papa's koffer, Lucilla's koffer. En dit gaat mee het vliegtuig in. Hè? Zeg je dat? Jij gaat ook het vliegtuig in. Ja, wij gaan ook het. Als handbagage. Ja, als handbagage. We gaan met die banaan. Hè? Maar ik heb dus wel net te horen gekregen. We komen... Ja, je zit een beetje in de warmte tijden. Ik zat te kijken naar de Chinese tijd waarschijnlijk. We komen kwart voor twee. S'nachts. Tijd aan. We komen vannacht om kwart voor twee aan. Dus nou mogen jullie raden. Waar moeten wij zo lang naartoe? Zo, Luxie. Nou, we hebben alle soorten computer gescand. En de baby komt nog daardoor. En Stella, zie je? Babypop, hè? De babypop. Ja, babypop. Babypop van Stella. Nou, dan zijn we er door. Net moesten we de fotocorners inchecken, dat was nummer 1. Net gingen ze de bagage controleren, dat is nummer 2. En hier gaan we door de douane heen. Dan moet je paspoort laten zien. Ja, het paspoort met de tickets. En dan zijn we daar binnen. En dan zijn we er door. Dan kunnen we wachten op het vliegtuig. We hebben even lekker geplast en de flesjes water weer gevuld met koud water, hè, mama? Met koud water, ja. Nou, dan gaan we onze gate zoeken en dan gaan we daar lekker wat eten met. Ja. En dan met een uurtje nou, al boorden. Een uurtje, ja, en dan gaan we boorden. En dat heeft Daniel verteld, hè, dat we vannacht vliegen. Dus ja. Het wordt dus toch een nachtvlucht. We komen vannacht kwart voor drie in ons hotel. Ja. Nou, dan gaan we naar de... En mama die kan zo nog even shoppen daar. Ja. Oh ja. Kijk kinderen, hier zou je nog kunnen shoppen. Ja, als je alleen bent, maar wij willen eerst toch de gate day vinden, mama. Eerst even de gate vinden, als we weten waar we moeten zijn, dan kunnen we nog even relaxed hier kijken, winkeltjes kijken als het tijd is. Maar met kinderen kijken, niet kopen, dat kennen papa en mama wel. Dat kun je beter voorkomen, hè mama? Ja. We moeten nog een uurtje wachten voordat we kunnen inchecken. Dus papa die blijft hier zitten met de kinderwagen. Dus ik zeg, baby zit even op de bagage en op iets. Ja, en dan ga ik even met de kinderen hier rondkijken. Zo. Nou, dan wandelen we eventjes hier. Door de winkeltjes. Kijk, hier zijn allemaal winkeltjes. Kun je even een beetje shoppen. Grappig, hè? Ja. En daarachter, daar zijn de vliegtuigen. Maar we moeten nog even wachten. Elkaar een handje geven, hè? Heel goed. Kom maar. Kijk, hier kun je Nederlandse kaas kopen. En hier tulpen. Kijk, dat is een vlindertje die rondfladdert. Mama. Ja, wat zie je daar? Dus hier ziet een wafel. Koek, koek. Hallo. Oh ja, jij past er wel. Ja, kijk, hier hebben ze allemaal horloges. En zelfs Elsa, kijk daar. Een Elsa horloge en een Hello Kitty horloge zie ik ook. Ik wil Elsa horloge. Ja, maar kinderen, het is kijken en niet kopen. Kijk, en hier kun je allemaal lekkere chocolaatjes kopen. Zie je dat? Ik wil mag ik chocola? Nee, alleen kijken naar de chocolaatjes. Kijken, niet eten. Ja, heel lekkere chocolaatjes. Mooie chocolaatjes. Nee. Kan boefies. Kan, jullie zijn boefies. Hier moeten we nog even wachten, want daar zijn straks alle vliegtuigen klaar. Maar die van ons die is er nog niet, hè? Moeten we nog een uurtje wachten. Dus we gaan weer eens eventjes terug naar papa, want die is aan het oppassen op de baby. Nou jongens, daar gaan we weer. Ja, loop maar. Hier komen straks alle vliegtuigen. Dat zijn allemaal vliegtuigdeurtjes. Ja, daar is een vliegtuig. Ja, en dat is nog niet ons vliegtuig. Maar daar moeten we dan straks helemaal heen lopen. Zie je dat? En hier komen ze aan. Kijk, daar gaat er één de lucht in. Zie je dat helemaal daar in de lucht? Ja. Dag Nederlandse winkeltjes. Wij gaan naar de gate. Mooi op tijd, dus we zitten hier even lekker in het hoekje. Mama's koffer. Ja, babyspulletjes, die gaan we weer als we er zijn, mag je de babyspulletjes voor hebben. Ja, dat is een lustig. Ik heb wel een flesje mee voor de baby. Flesje. Ja, flesje. Ja. Zullen we nog een leuk momentje?
Oké, mama heeft in de kinderkoffer. Heb je de helft aan speelgoed eruit gedaan en de helft aan etenswaren? Ja, die kant zit het speelgoed. Mama. Ja, ja. Wat heb je dat? Ook een boterhammetje. Weer goed geregeld. Deur voor mijn vrouw. Kijk, en daar staat het vliegtuig. Lekkere boterhammetje. Ik weet niet of je door de lamellen kan zien, maar daar staat ons vliegtuig. Oh. Ja, wacht. En mama die heeft haar keuken hier nu weer wat in haar handtas gepakt. Hè? Waar is je handtas? Nee, een gekke keuken. Ja, ja, vanuit de keuken? Nee, dus. Hé, hey, mijn kinderen, luister eens. Hé, hey, we gaan opstijgen. We gaan pas om 7:30 opstijgen. Dat is eigenlijk bedtijd. Nou, nog even een lolly voordat je naar bed gaat in het vliegtuig dan. Zo, mama, hebben we onze kwik, kwek en kwak en eten in de buik? Ja, en onze jongste nog. Bijna eentje. Hoe vind je dat zo? We pakten mijn zak met 3 kinderen. Toen we met z'n tweeën gingen, was dat even wat anders. Hè? Een stuk compacter. Maar ik ben blij als het maakt. Ik tel nu de hele koffert, 1, 2. Kinderen, ja. Ik tel kinderen, 1, 2, 3. Oh ja, nee, er liggen, ik schrik nu, er liggen 3 in het ruim inderdaad. We hebben nog 2 bij ons. Waar zijn die andere 3? Oh nee, die liggen al in het vliegtuig. Ja, nou. Zullen we er vannacht om 14:45 samen in ons hotelkamer liggen? Gisteren zei je nog tegen mij, ik heb 19:30 samen zaten. Ja, maar ik heb me vergist. Er staat dus 18:45, dacht ik dat je er bent, maar dat is dus incheck-tijd. Dus ik denk, oh, we zijn om kwart voor 8 s'avonds. Maar we zijn toch, wordt dus maar, toch een nacht. Ja, en de terugweg gaan we s'avonds om... Dus weer een nacht aan. Een tipje? Het is een hele nacht vliegen. Ja, ik had gezegd het is 5 uur vliegen, maar heb je nog een tipje? Begin met een C. Begin met een C, dat is goed. Cuba. Ja, kan. Hey, maar straks als de kinderen slapen en vliegen, dan ga jij editen, hè? Dan ga ik deze vlog editen, want we komen middernacht aan, want ik niet nog s'avonds gaan editen. En dat laatste stukje hoeft er dan alleen nog maar in als we in het hotel zijn. Want ja. Dus we maken zo nog wat beeldjes, vliegtuig inlopen. Maken we nog wat beeldjes, en als we in onze stoel zitten, dan ga ik hem inladen. Ja. En dat laatste stukje dat we aankomen, middernacht. Morgenochtend zien jullie dan hoe het eruit ziet overdag. Kinderwagen hebben we net afgegeven. En jawel, dan gaan we nu het vliegtuig in. Dankjewel, hè. Doei. Oh. Hey, de kinderwagen wordt met de lift nu in de achterbak gezet. Nou, daar gaan we dan. Het is al bijna 8:00 s'avonds. Het wordt al donker. Het is bedtijd, dus we gaan lekker slapen in het vliegtuig. En dan worden we om 14:45 wakker gemaakt. We zijn er. Hallo. Kijk, welke nummer hebben we? Zit je bij het raam, Luan? Ja. Met Lucilla en Luxie. Ja, we zijn geïnstalleerd. Lucilla, ik heb de koffer daarbovenin gedaan. Hè? Oh, die moet ik nog even dicht doen. Kijk, hier ligt de blauwe koffer met onze jasjes. Appa. Dicht. En mijn papa. En papa's computertas ligt boven zijn hoofd. Hè? Hoe vind jij het in het vliegtuig? Dit wordt jouw eerste keer, hè? Wat is het allemaal? Dat is de stoel met mama op schoot. En je broer en zus zitten naast je. Oh, Luxie. Oh, ja. Zeg maar, born to fly. Papa is nu al trots op jullie. En ik maak jullie om 14:45 vannacht wakker als we er zijn, oké? Ja. Nou, Luxie is ook in de geworden. Luxie, je ziet er kijken, die oogjes. Wat is dat dan? Oh, dat raampje. Maar ik heb deze in de vliegtuig gedaan. Nee. Oh, ja. Laat eens kijken. Die was ik nu. Wow. Echt waar? Nou, Zela, nog eventjes computeren en dan lekker slapen. Hè? En niet snurken, hè? Dan ga ik kriebelen. Als jullie horen snurken, dan ga ik jullie kriebelen, goed? Luxie. Ah, die oogjes. Oh ja, dan krijg je een rondje op Luxie. Oh ja, Luxie. Thank you. Nou, veilig gekeurd door de stewardess. Ready for taking off? Dat zijn Luxie's en tik tik, ja. Nou, opstijgen. Dan voelen we zo meteen weer die kriebels in de buik, dus hè? En dan opstijgen, voel je die vlinders in de buik, hè? Ja, man, dat vond ik mooi. Oh. Nou, daar gaan we dan. Daar gaan we, jongen. Daar gaan we. Luan heeft er heel veel zin in. Ja. Kijk, hij is buiten. De mooie kaart. Oh, de spiegeling. Ja, de spiegeling. Ik zie je. Ik wil ook kijken.
Je mag ook kijken. Daar gaan we dan. Oh, nu al, kijk eens. We doen de nachtlampjes aan. Nou. Hier, de landingsbaanlampjes nu. Ja, ik zie ze. Groen en rood. Nou, daar gaan we. Zo meteen opstijgen voelen we die kriebels in de buik. Weet jullie nog? Dat is het achtbaantje bij Deurel, weet je nog? Ik heb ook die mensen aan. Normaal sluiten we nu af. Einde van dag. We nemen voor jullie nu wel bonusbeelden. Opstijgen alles in de lucht. En als we vannacht in onze hotelkamer zijn gesloten. Een appelsap en een sausijzenbroodje. Kijk. Yes, 4 times. Thank you very much. Thank you. Mama. Laat je broodje koket niet groot worden, hè. Smakelijk. Zie je een beetje appelsap veel? Nou, lekker tukkie doen. Slaap lekker. Slaap lekker. Maak je wakker als we er zijn. Nou, 1 uur 's nachts. We zijn op het warme tropische eiland. En hoe heet dit eiland nou, kinderen? Zullen we het verklappen? Ja, want ik was... Hoe heet het eiland? Cyprus. Cyprus! Nou, vliegtuig, bedankt voor het brengen. En ze hebben alle drie geslapen in het vliegtuig. Heel goed. Hé, hey, Lil en Cilla, ik zie het hotel al aangegeven staan, mama. Ja, dat adviesje. Kijk, daar gaan we heen. Zo, jongens, na de vlucht zijn we aangekomen en we hebben hier de koffers. We moeten hem even van de band halen. We hadden 3 koffers in het ruim zitten. En ze zitten erbij, we hebben ze al gespot. Dus Cilla, zit hier met Luxie? Ja, een roze. We zoeken nog de roze van jou, Lucilla. Ja, ja, er zijn meerdere rozen, maar dat is niet de roze van jou. Hou hem van papa aan. Ja, maar goed kijken hoe papa dat doet, hè. Daar haalt papa hem zomaar van de band. Die is van papa. En nou nog de roze van Lucilla. Ja, daar is die ziel. Ja. We zijn weer compleet. Hier zijn alle koffers. En het hele boeltje is weer compleet. En we gaan nou eens even kijken of er ergens een taxi is die naar het hotel gaat. En ja, als het goed is staat er een transfer, zegt Daniel, met een bordje Daniel op zijn bordje. Oké, en hier zijn we met de limo driver. How are you doing? Good? Welkom in de video. Let's go to Luxury Concord Resort. Nou, welkom in de limousine. Privé-taxibusje. Ja, mooi hè? We weten echt niet waar we uitkomen. Wij gaan naar het hotel. Een privébusje. Hartstikke leuk. Kijk, en het was precies 1, 2, 3, 4, 5 en de kinderwagen.
En wij zijn aangekomen. Thank you very much. We kunnen hier niet precies zien hoe het eruit ziet, maar het, volgens mij is het echt super gaaf. Heel erg mooi. Kijk, daar is de butler. Hallo, butler. Hallo. Nou, dat is hem. Hij brengt ons naar de hotelkamer. Wauw. Kijk eens. Concorde Hotel Resorts. Wauw, nu al een villa. Nou, even de hotelsuite inchecken. Hoe ziet het eruit, jongen? Prachtig. Prachtig? Ja. Het is natuurlijk nog een beetje donker, dus we kunnen het niet helemaal zien. Maar, zoals jullie zien, is dit dus zeg maar, daar kwamen we net binnen. En dit is het hotel. Maar we gaan eerst even inchecken. Papa gaat eerst eventjes inchecken. Ja, ja. Even kijken. En, ja, een roltrap, oh ja. Wauw. Morgen in de vlog gaan jullie natuurlijk alles zien met daglicht. Het is nu natuurlijk gewoon pikdonker. Het is 2:30, midden in de nacht. Ik heb helemaal niet geslapen. Daniel heeft ook helemaal niet geslapen. Dus we zijn best wel moe. Gelukkig hebben de kinderen wel geslapen. Maar wij proberen zo nog even een beetje rust te pakken. Voordat we morgen wakker worden in het paradijsje hier. Waarvan we nu nog niet zien hoe het eruit ziet. Maar vast heel erg mooi. Want dit alleen al ziet er heel erg leuk uit. Maar dat gaan jullie morgen allemaal in de vlog zien. Maar we gaan eerst even inchecken. Want we verlangen naar een bed. Ja, en dan gaan we lekker met het grote bad. Grote bad. En dan lekker met z'n allen in bed. Oh, we gaan met een golfkarretje. Ja, ik weet. Maar waar gaan we heen? Daniel vroeg net hoe lang dit resort al bestaat. En hij is pas 4 maanden open. Ja. Dus het is een van de eerste gasten. Het is nog jonger dan Luxie. Ja, Luxie is 9 maanden. Wow, we gaan play golf. Kijk, alle bagage. De kinderwagen. En het golfkaartje. Nou, op naar ons hotel. Ja, wat is altijd? Maar het is geen. Snap het, man. Hier zijn alle restaurantjes. En ja? Daar ergens is het hotel. Hé, maar Luan, daar waren de hotelkamers. Waar gaan we nou heen dan? Maar ik weet niet waar we nou heen gaan. Ja. Hij zegt, het is 2 minuutjes rijden in deze golfkar. Leuk, Alexie. Je voelt hier een heel warm briesje. Het is 2 uur 's nachts of 3 uur 's nachts? Ja, 3 uur 's nachts. En je voelt een heel warm briesje. Zo. Ja, het is 20 graden en morgen wordt het 29 graden overdag. We vloggen nog even door. Ja, het is een nachtvlog. Dit is een nachtvlog, zo zou zeggen. Oh, wow. We krijgen een zwembadhuis. Welkom in ons zwembadhuis. Ja, wauw. Ja, we kunnen het nog niet goed zien. Oh. Wow. Wauw, kijk eens. Dat ziet er mooi uit. Kijk, kijk. Oh, wat mooi. Badkamer. We hebben een douche. Toilet. Een wastafel. En een mooi groot bad. Wauw, ik kan hier erbij. 4 maanden. Ik kan hier erbij. Ja, jullie kunnen erbij, ja. Waar is jullie kamer? Kom eens even kijken. Hebben we nog een kamer? Er is nog een slaapkamer. Echt? Ja. Oh. Oh. Kijk, oh. Ook dat. En een eigen televisie erbij. Nee. Echt waar. Oh. En ook nog je eigen badkamer. Een douche. Nee. Alleen een douche. Ook nog je eigen badkamer. Ja. Zo. Een wc, Luan. En dan een mooie douche. Een mooie regendouche. Zo. Kijk dan, Sula. Kijk eens, een hele mooie regendouche. Een regendouche. Wauw. Wauw, kinderen. Hierover. Ja. Ah, great. Oh. Wauw. Kijk eens aan, mama. Een eigen terrasje. En kijk dan, jongens, de swimmingpool. Wauw. Wauw, druifjes. Kijk dan. Nou, is dit een familiesuite of niet? Het is echt heel mooi. Mooi, hè? Ik ben heel erg blij hier te mogen zijn. We gaan lekker in bad en lekker slapen, want het is 3 uur 's nachts. Ik ben benieuwd hoe het er morgen uitziet. Morgen slapen we lekker uit, maar dan zien we jullie weer. Duimpjes omhoog. Vergeet niet onder te abonneren en op ons belletje klikken. En we nemen jullie lekker morgen weer mee in onze vakantievlogs. Tot morgen. Tot morgen.